Hallo beste YouTubers, welkom. Ik ben Aman van Amanimus Games en vandaag gaan wij verder met de let's play van Civilization 5. Dus laten we gelijk beginnen. Zo, hier waren we de vorige keer ook. Precies dit punt. En... Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Ah, jij wil wijn? En is dat mijn enige... Nee, ik heb er drie. Oké, hier alsjeblieft, jochie. Als je daar gelukkig van wordt. En hij heeft daar nog een keertje zo'n wijntje. Hier heb ik dus met mijn missionaris gelopen en die werd hier overgenomen. Ja, is dat een... Is die nou echt van Ethiopië of is die van de barbaren? Dat vraag ik me dan weer af. Have some information that may be of use. Whoever desires. Espionage. Oh, leuk. Hey, Amsterdam heeft gewoon gigantisch veel potentie om iets te stelen. Dat vind ik niet leuk. En dat van hun weet ik natuurlijk weer niet. Van Ethiopië wil ik wel iets weten. Move. A spy can be a diplomat if they're placed in a capital of another civilization. You are not at war with. If war is declared, your spy will escape the city. A diplomat will not attempt to steal technology from other players, but will still provide intrigue. Sure. Okay. Ja, diplomaat. Oké, nou, dat is nieuw. Ik wist niet in de vorige, ik denk dat met deze uitbreiding komt, eerder kon je volgens mij niet een diplomaat sturen, maar alleen spionnen. Dus, dat vind ik wel leuk. Even kijken, technology tree. Wat heb ik meer aan? Brazil Wood Camp. Wat is... Ja, een additional trade route. Daar heb ik nog even niks aan. Dat kan ik toch nog niet. Astronomy, denk ik. Economics, deze is wel handig en deze denk ik ook wel. Ik kijk vooral naar die sterretjes wat die inhouden, want meestal, ja, dit meestal is dit niet echt iets wat ik per se nu wil hebben. Oké, nou ja, dus, maar deze geeft veel increased production. Quarry en mijn productie gaat die mee omhoog, doe ik die.
Nee, ik doe die maar. Zo. Gaat mijn wordt Amsterdam nog gaat nog weer goud produceren daarmee. Library, denk ik. Hier? Ah, dat is echt zo'n doorn in het oog. Leon. Wat zou ik die graag plat willen gooien, zeg. Zo, 15 turns. Ga ik niet eerst. Tot dan ga ik eerst die dan maar doen. Hè. Zo. Even die achteraan. Zo, die is al bijna geheeld. Zo. Deze, waar haalt. Zijn dit nou barbaren? Want ik kan er niet op gaan staan. Ik kan hem niet aanvallen of zo. En dan vraag ik me eigenlijk af of dat überhaupt wel kan met die. Zo. Even hierheen sturen. Zo. Output if worked. Oh, dit geldt voor twee. Dit is één en dat is de tweede. Dat vind ik wel grappig van dit. Dus doordat ik deze nu weet waar deze zitten, krijg ik nu gewoon twee increased happiness. Hoef je helemaal niks voor te doen. Alleen hier een keertje geweest zijn. Nou ja, ik ben er een keertje geweest. Hij komt, gaat er even op bezoek als diplomaat. Kinshasa. Ja, waar is Cape Town? Ja, find on map. Waar is die? Oh, hier helemaal. Het zou wel nice zijn als ik hier even een stad bouw of zo. Of daar steeds ik ga een beetje fout in mijn woorden. Hier, oké. Zutphen. Zo, nog één. Ah. Ik klikte verkeerd en hij vaart gelijk terug. Oh ja, ik wou hier nog een settler maken. Helemaal vergeten. En ik kan hier ook nog weer een missionaris bouwen. Doe ik daar maar. Oh, ik had hem ook hier kunnen doen trouwens. Het was beter geweest. Had hij minder ver hoeven lopen. Volgens mij wordt deze gewoon steeds opgepakt. Zo weet ik veel. Monument.
bedoel, dat we willen zorgen dat iets niet ziet aankomen. We bouwen een monument. Dat hij niet slecht is, want ik ga hem toch bouwen, maar het is eigenlijk een heel klein beetje een nutteloos ding. Settler. Ga ik van hier ook maar lekker aanklooien. Kijk, alleen omdat ik 60% krijg of zo, dan ben ik er enigszins gelijk nog met hem, anders zou ik gewoon helemaal hard verliezen. En hij heeft geen defense bonus, omdat het cavalerie is. Zo, Yves. Nog die. Deze. Heeft plus 5 pressure van protestantisme. Van waar wordt die beïnvloed dan? Van deze? Ik wil trouwens wel weten wat. Deze heeft plus 20. Ze heeft plus 16. En deze heeft plus 4. Dus deze valt mee. Dus als ik deze dan overneem, dan heeft deze maar plus 10. En plus 5 van mij. Zo, iets denk ik. Even kijken. Settler. Ah, nu heb ik hier 3 settlers rondlopen. Attack. Waar ga ik deze heen sturen? Kijk, dit is wine trouwens weer, hè? Dit is allemaal onvruchtbare grond. Even kijken, deze sturen we ook een beetje mee. Ik denk dat ik dan die hier ergens een stadje laat bouwen. Dan moet ik die overnemen. En dan hier in de buurt een paar christelijke stadjes bouwen. Of hier, dat zou ook nice zijn. Daar zo. Zo, deze naar beneden, deze ook naar beneden. Wat is deze huidige aan het maken eigenlijk? Helemaal niks, deze is helemaal niks aan het maken. Tempel, we gaan er maar een tempel bouwen. Doet hij iets beters dan? Productie. Harbor. Harbor in Bretagne, ja. Eigenlijk heb ik dat daar nu wel nodig. Ja, ik. Ik maak hem denk ik ook maar gewoon, want hij brengt meer op dan het kost. Ja, eerst Colosseum trouwens, want dan heeft denk ik in deze beurt meer effect daar. Zo, deze varen we door. Ancient runes, nice. Classical era, maar daar ben ik al lang voorbij. Nou, daar heb ik dus niks meer aan.
Ancient and classical era wonders. Ja. Maar die kan ik al niet meer bouwen. Omdat die volgens mij allemaal gebouwd zijn. Heb ik daar niet zoveel meer aan. Helaas. Deze zou bijna klaar zijn, toch? Ja. Nog één beurt. Waar krijgt hij dat rare geloof vandaan? Hij is gewoon één follower. Met vier pressure. Zo, courthouse. Die is bijna klaar, de courthouse. Het zou nice zijn als ik hier ergens mijn geloof kan neerplanten. Het gaat zoveel beurten duren, dat is echt niet normaal. Want dan hoef ik niet head-on met niet echt gelijk tegen deze gasten gaan strijden met mijn geloven, kan ik gewoon kan het gewoon hier zijn eigen leven gaan leiden. En dan gaan hun vanzelf ook nog, die naties daar gaan het ook nog verspreiden, omdat die dat geloof ook hebben. Zo, deze hierin, ja. En deze gaat dan weer lekker aanvallen. Zo. Hey. Ethiopië zit hier. Ja, oké. Okay. Dat is dus hetzelfde. Kan die bewegen nog dan? Nee, 45. Hey, wat zou ik daar bouwen? Het duurt allemaal lang trouwens om dingen dit allemaal te bouwen. Tempel klaar. Oké, okay, een monument. Dat meevalt om te bouwen. Nee, trouwens, ik denk granary, want deze is niet zo groot en dan groeit hij iets sneller. Heb ik dan weer voordelen bij. Castle. 8. Ik vind dat niet echt per se nodig, een keer te kennen. Artist Guild. Ja, dan is de garden hier misschien wel iets. Deze is er veel aan dat soort dingen, dus die is dan wel handig. Maar de universiteit ook. En deze heb ik, daar heb ik eigenlijk zoveel nog van nodig. Ik wil het niet hier bouwen, ik wil eigenlijk ook. Nee. Dit kan ik daar beneden ook gebruiken. Dat ik daar een hele lage bezetting heb met. Op een heel groot grondgebied heb ik heel weinig mensen eigenlijk. Want dit is onland even groot als dit allemaal bij elkaar.
En hier heb ik er dan ongeveer 4 staan. En hier is het best wel veilig in wezen. En hier lopen overal barbarians rond, ook hier. En dat weet ik niet eens. Hier heb ik bijna niemand staan. Ja. Deze. Ik ga hem niet nog een keertje hierop dood spillen. Want ik heb niet echt het idee van, oh wauw, ik wil daar iets bouwen, want dat is zo strategisch. Dit valt als enig een stukje er ook een beetje buiten. 15 op de 12 pressure. Dus ja, die hier wordt vanzelf ook al een beetje veroverd. Met Dina. Dat is denk ik helemaal nutteloos geweest. Omdat die gewoon zo weer vanzelf weer over terugloopt. Ik heb niet de fate of zo dat ik dit allemaal even kan aan blijven pushen. Moet ik toch langzaamaan hier een beetje beginnen zo. Dus ja. Even kijken wat zouden hun gaan doen. Nou. Player. Zo. Germanië. Germany and Byzantium are now friends. Arabia. Zulus, Saya, Polynesia, Rome, Holy City States. Oh nee, niet Holy City States, gewoon City States. Waar heb ik het op? Zo, en de barbarians zijn klaar. Hebben ze niet echt. Echt iets bijzonders gedaan volgens mij. Ach ja. Vond je deze video leuk? Dan graag gewoon een duimpje. Wil je meer? Abonneer. En tot bij mijn volgende video. Tot dan. Doeg.